Op dinsdag 12 december kwam de Vlaamse havensector bij elkaar in Antwerpen voor de tweede editie van het Vlaams Havendebat. Belangrijke actuele thema's zoals beveiliging van de havens, walstroom, waterstof en de beschikbare ruimte in de havens passeerden de revue. Wel, ik vond de thema's wel heel belangrijk en heel actueel. En ik vond ook het debat die daar achteraf gevoerd is zeer verruimend en toch ook echt nog een keer benoemd waar het over gaat. Zeker het ruimtegebruik, denk ik, is een van de zaken. De vergunningsproblemen die we absoluut moeten gaan oplossen. Hetgeen die daar verteld wordt, we lopen vast. Ik denk dat dat echt een waarheid is. En vandaar dat ik wel leuk was dat ik hier was. Er zijn heel veel verschillende onderwerpen aangehaald die belangrijk zijn voor de haven. Ruimte, drugproblematieken. Ik denk dat dat ook onderwerpen zijn die niet alleen de havengemeenschap aanbelangen, maar ook heel Vlaanderen aanbehangen. En vanuit dat oogpunt vond ik het eigenlijk wel heel sterk. Jazeker, als student Manama in Maritime Science was het vandaag wel heel interessant om te kijken hoe de mensen in de praktijk naar bepaalde discussies en bepaalde ontwikkelingen staan. Dus ja, het was heel interessant om theorie met praktijk te kunnen mengen vandaag. Over welk thema heb je vooral iets bijgeleerd of met ja, welke boodschap ga je vooral naar huis, zeg maar? Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in de walstroom en inderdaad de initiatieven in de Vlaamse contreien blijven uit. Dus dat was vandaag bijzonder aangenaam om daar meer over te weten te komen bij de mensen die er eigenlijk het dichtbij staan. Dus daar ga ik vooral mee naar huis vanavond. Ik vond het heel interessant om verschillende partijen aan het woord te zien die daar niet altijd dezelfde belangen hebben of dezelfde job doen. Maar het was wel heel mooi om te zien dat we elkaar wel konden ontmoeten ergens in het midden. Maar ja, dat er kritische blikken waren langs alle kanten, dat was heel interessant om dat te zien. Welk thema sprak jou het meeste aan? Ik werk zelf op een terminal, dus het thema rond veiligheid was voor mij wel heel actueel en heel belangrijk. Iets waar iedereen op elke manier in zijn job mee moet stilstaan om daarmee aan bij te dragen. En dat was voor mij wel het interessantste gedeelte. Op het einde van de avond werd ook de Award voor Maritieme Persoonlijkheid van het jaar uitgereikt. Floos nam dit initiatief over van ESPA, de Vereniging van Maritieme Journalisten. Voor ons natuurlijk onwaarschijnlijk belangrijk. Iets dat bestaat sinds 1972, heel prestigieus, dat kan blijven voortbestaan dankzij Floos. Dat hadden we natuurlijk niet durven dromen, dit is een godsgeschenk. En dus wij hopen dat Floos het even lang zal volhouden als wij, maar dan misschien nog veel langer. Uit tal van grote namen werd uiteindelijk Christian van der Waaren, directeur-generaal van de FOD Financiën, Douane en Accijnzen, verkozen tot maritieme persoonlijkheid van het jaar. Ja, ik ben heel vereerd dat ik die award gekregen heb, omdat ik toch een band heb met het maritieme. Als ik mijn job vervul bij de douane, dan voel ik me eigenlijk als Odyssee, die ook opvaarde in de Ilias van Homeros, die ook met sirenezangen te maken en veel stormen in de maritieme sector. Dat staat ook niet stil. Dat zijn ook, ja, jaarlijks zijn er ook crisissen, zoals dat bij de douane is. En het tweede element is, maritieme sector boeit mij zo, omdat we daar goed samenwerken in de publieke en de private sector. We hebben dat nodig om die kanker van die drugsproblematiek in de haven van Antwerpen, om daar een einde aan te stellen. En dat gaat de douane en de politie niet op zijn een doen. Daarvoor moeten we samenwerken met de privésector. Dus eigenlijk die prijs heb ik die gewonnen, maar eigenlijk wil ik die opdragen aan iedereen die deze sector, maritieme sector, zo mooi maakt. Want het is echt een hele mooie sector en ik hou ervan. Van der Waaren vierde de award met een muzikale boodschap van vastberadenheid en doorzetting.